De kerst komt eraan. De voedselbank besteedt hier extra aandacht aan. Wat staat hier vanmiddag te gebeuren? Nou, wat hier te gebeuren staat is dat we alle mensen die het niet zo breed hebben, of zeg maar heel weinig hebben, dat we die toch een prettige kerst willen geven. Ja, daarom hebben wij allerlei pakketten samengesteld en dan kunnen ze toch een prettige kerst mee vieren. Hoe vindt u het om te zien dat de mensen die het wat minder hebben in Amstelveen zometeen een kerstpakket komen ophalen? Vind ik geweldig om te zien. Het is heel goed dat Amstelveeners naar elkaar omzien. En met elkaar zeg maar zorgen delen en ook voor elkaar zorgen. Zodat we met z'n allen eigenlijk kunnen genieten van een goede kerst. Ja, dat we allemaal daar vrede over hebben. En met elkaar zo op die manier samenleven. Wat doet u hier vandaag precies? Ik kom iedereen samen met de cliënten van de voedselbank een vrolijk kerstfeest inluiden. Ik ben de zoon van Cora van Geel, die is de initiatiefneemster van diegene die de kerstpakketten heeft gemaakt. Zoals je achter ons kunt zien, hebben wij hele vrolijke pakketjes gemaakt. En die komen wij hier aan de cliënten overhandigen nadat ze hun voedselpakket hebben opgehaald. Hoeveel pakketten worden hier vandaag uitgedeeld? Dat zijn er 75. 75 voedselpakketten, ja. Wat voor speciaals heeft u georganiseerd voor de voedselbank? En afgelopen week hebben wij twee workshops georganiseerd om geld in te zamelen voor de voedselbank. Dus deelnemers konden een krans maken of een bord beschilderen. En daarmee hebben wij €730 opgebracht. En van dat geld hebben wij waardebonnen gemaakt van €10. En gezinnen die dus worden geholpen door de voedselbank kunnen dan hiermee naar de C1000 in Waardhuizen. Om extra boodschappen te doen voor de kerstperiode of voor het nieuwe jaar. Ziet u in deze economische tijd dat er meer mensen bij de voedselbank komen? Ja, het wordt wel steeds meer. En helaas, de mensen worden werkloos en er is geen werk. Dus, en als ze dan aan het minimum zitten en ze hebben dan ook nog kindjes thuis, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. U heeft zojuist met de vrijwilligers gesproken. Wat haalt u daaruit? Het allereerste, heel veel enthousiasme. Heel veel enthousiasme. Ze hebben met elkaar heel veel tijd doorgebracht om alle cadeautjes te maken. En heel veel liefde ook natuurlijk. Heel veel warmte voor de medemens. Mijn kerstgedachte is dat we het allemaal gezellig hebben. En goed hebben. En iedereen heeft er recht op.